We staan hier op de pier van Santa Barbara. Vanmorgen zijn we vertrokken vanuit Venice Beach, Los Angeles, om te beginnen aan een 1200 kilometer lange motortocht naar San Francisco. Deze tocht wordt georganiseerd door Eagle Rider en zal 4 dagen duren. We rijden over een van de oudste wegen van Noord-Amerika, de Highway 1. We rijden langs de Pacific Coast naar Pismo Beach, Monterey en dan naar Yosemite National Park. Vervolgens eindigen we deze reis op de Golden Gate Bridge in San Francisco. Het belooft een geweldige reis te worden, dus ik kan niet wachten om weer op de Harley te stappen. Het is 316 dagen per jaar mooi weer in Californië. En deze dag hoort er niet bij. Maar gelukkig is deze reis zo mooi dat regen ons niet meer deert.
Vanochtend zijn we vertrokken uit Monterey. Dat is een oude vissersplaats met oude visfabrieken die nu omgetoverd zijn tot restaurants en pubs. En vanuit daar zijn we de Highway 1 opgegaan naar Yosemite National Park. Dat is ongeveer 300 kilometer en achter mij is dat park. Nou, de heenweg is al fantastisch mooi, want je rijdt over hoge bergen, door diepe dalen, bochtige wegen, lange wegen. En ik ben benieuwd wat er in dit park allemaal te zien is. En dat ga ik nu doen. We hebben ons einddoel bereikt. We zijn in San Francisco. Met achter mij natuurlijk de wereldberoemde Golden Gate Bridge. We zijn er 4 dagen op stap geweest met Eagle Rider. En in die 4 dagen hebben we prachtige mooie plekken kunnen zien van Californië. We zijn over de Highway 1 gekomen, maar we hebben ook door de bergen gereden met mooie bochtige wegen. Dus als je een keer in Amerika bent, ga zeker dit land verkennen met een motor. Want het is zo mooi.